Trainer Ricardo Klarijs is pas een week of twee de trainer van VOC. Hij nam het stokje over van Bert Bauer. Die was niet te spreken over het feit dat hij slechts één keer per week met een volledige selectie kon trainen. VOC, een groot deel van die selectie, traint op Papendal bij de handbalacademie. Het is gewoon zoeken naar wat de spelers allemaal kunnen. En dan moet je ook nog op een tegenstander voorbereiden. Maar gelukkig heeft Bert wel gewoon een goed team achtergelaten. Ze zijn goed getraind, technisch goed opgeleid. Dus dat werkt makkelijker. Maar het is toch altijd aanpassen in zo'n korte tijd. Dan de wedstrijd in een bomvolle sporthal Elsenhaag. Gezien de supporters dat het de Dalfse is wat toch wel het initiatief heeft tijdens de gele wedstrijd. Dat is ook niet zo raar. Het is de regerend landskampioen. De afgelopen 6 jaar werd de ploeg kampioen van Nederland. Dus VOC mag haar borst nat maken. Het is Sharon Bouter in de slotfase van de wedstrijd met de 21-21 bloedstollend duel. Het is Dalfse in de aanval. Het is Larissa Nusser met een onderhands schot. Zij weet te scoren 22-21 voor Dalfse. Gaan we naar de laatste seconde van de wedstrijd. VOC staat met 25-24 achter. En dan is het Houseer die hier een strafworp weet te forceren. Zij moet gaan scoren, want anders is het over en uit. Spanning op de tribune. Houseer moet deze penalty gaan maken. En wat doet ze? Zij maakt hem. 25-25 gaan we verlengen. 2 keer 5 minuten. En in die eerste verlenging begint VOC slecht. Het is Nusser wederom met de zoveelste van de avond. Zij brengt de score naar 28-27. Dan de tweede helft van de verlenging. Dalfs in de aanval wordt het schot geblokt. Gaat de bal naar Demi Dijkstra. Zij paast hem op Bo van de Wetering. Zij scoort 28-28 met nog een minuutje te spelen in de tweede verlenging. Spanning alom, ook bij de speelsters van VOC. Ricardo Klarijs kijkt ook met spanning toe, wordt de bal onderschept en dan moet VOC gaan scoren. Als ze dat doen, dan doen ze hele goede zaken. Nog een seconde of 30 te spelen. En ja hoor, Bouter met de 29-28 schiet zij VOC naar de overwinning. Daar lijkt het wel op. Dalfse heeft dan nog een allerlaatste mogelijkheid om op gelijke hoogte te komen. Tess van Buren, zij stuit op Martine Hoogwoud. Grote vreugde bij VOC, verdriet bij Dalfse. VOC wint de eerste finale wedstrijd van Dalfse met 29-28. Het ging alle kanten op, eigenlijk vanaf de eerste minuut. En eigenlijk had Dalfse steeds de overhand. Zijn voor mij ook wel de favoriet. Maar ja, je laat vandaag ook door middel van teamspirit en vechtlust gewoon zien dat je dan heel ver kan komen en dat uiteindelijk het kwartje dan onze kant opvalt. Ja, daar ben ik hartstikke blij mee, maar het was gewoon sowieso pure reclame.